zoals te zien op de A58 ter hoogte van Sint-Willebord. Wil en Jean-Pierre zien op de linkerbaan al heel lang een grijze Mazda. En het is helemaal helder. Ja, onnodig links rijden, duidelijk. De gaten zijn zo groot dat hij gewoon even terug naar rechts moet. Ja, staat toch in de ergernis top 10. Ja. Sneller doet hij prima. Maar als ik klaar ben met inhalen, gaat hij naar rechts. Ja, dan loop je nog amper in. Dus kijken of we nog naar een teleur mee af kunnen nemen. Nou, dan zullen we denk ik rechts voorbij moeten, want die gaat niet... Even rechts voorbij, joh. Ja. Zitten we straks naar Etten-Leur nog achter. Of naar Breda. Ze kunnen niets anders doen dan hem over rechts inhalen. Wil spreekt de bestuurder aan. Goedenavond, meneer. 10 verkeer, videosurveillance. De reden waarom we u even meenemen is dat u de hele tijd op de linker rijstrook blijft rijden. Bent u zich daar bewust van? Niet echt. We hebben daar wat beelden van gemaakt. Die wil ik u graag even laten zien. Ja, dat zag ik ook. Als je de motor even uitzet, kunt u even rechts voorin mijn collega plaatsnemen. Hallo. Goeiedag. Hey, voor de weken. 10 keer. Wij rijden al enige tijd achter u. En het is eigenlijk, ja, ter hoogte van afslag zit Willebrocht. Nou, als we een auto rijden op rijstrook 1, terwijl rijstrook 2 helemaal vrij is. Nou, we gaan hier naar rechts om te kijken van, nou, wie is die meneer aan het inhalen? Ja, u ziet het. Ja, rijstrook 2 is gewoon helemaal vrij. Ja, dit gebeurt eigenlijk totdat ik u inhaal ter hoogte van Etten-Leur. En het links blijven hangen, dat valt onder de ergernis top 10. Dus vandaar dat we er ook tegen optreden. Je ziet, het is ruimte genoeg, hè? Ja, zeker. Maar was u aan het praten of aan het kletsen? Of wat was nee, u? Toch niet. U was wel met autorijden bezig? Ja. Nou, als u een aantal seconden rechts kan rijden, dan moet u gewoon rechts gaan rijden. Voor het onnodig links rijden krijgt u een procesverbaal. Die kost €140, komt nog 9 administratiekosten bij. U mag een verklaring afleggen. Dat hoeft niet. Wenst u een verklaring? Nee, ik heb het niet. Ja. Niet meer stilgestaan. Ik heb niet meer stilgestaan. Nee. Heeft u verder nog vragen? Nee, sorry. Nee, ja, dat geeft niet. Ik ga de hand geven en een veilige reis toewensen. Nee. Ja. Gaat goed? Ja. Ja. Misschien een beetje geschrokken nu? Ja, ik ben lekker. Nog nooit eerder door de politie aan de kant gezet. Nee, dat is nou okay. Dan is dit niet het allerergste, hè? Ik snap het wel. Ja. Ja. Want verder rijdt u hartstikke netjes. U rijdt hartstikke recht. U slingert niet. Dus dat gaat allemaal hartstikke goed. Alleen inderdaad, ja, eventjes even naar rechts gaan als het kan. Ja. Okay. Ja? Gaat het wel verder? Dan kun je zo meteen wat verder rijden. Ja, laat mijn vrouw rijden. Oké, ja. Het is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja. Nee. Maar het kan alles allemaal gebeuren. Hè? En ik zeg, verder rijdt u hartstikke netjes. Niks op aan te merken. Sorry. Nee, dat geeft niet. Ik neem het zo meteen misschien maar eventjes een bakje koffie hier pakken, denk ik, bij de Shell. Ja, sorry. Buiten dit? Nou ja, komt goed. Okay. Hey. Succes. Ja. Laat u de vrouw even rijden of even een bakje koffie. Voor het onnodig lang links rijden krijgt deze hevig geschrokken en geëmotioneerde bestuurder een bekeuring van €140. Zijn vrouw neemt uit veiligheidsoverweging het stuur tijdelijk van hem over, zodat hij even rustig kan bijkomen van de schrik.